Hallo allemaal, welkom bij les 18 van Leren Sminken Stap voor Stap. Ik heb van een van mijn trouwe kijkers een verzoekje gekregen en dat verzoekje dat gaan we natuurlijk gehoor aan geven. Brigitte had de vraag, hoe kan je je penselen goed laden zodat er genoeg verf in zit om mooie lijnen achter elkaar te kunnen zetten. Wat gebeurt er namelijk regelmatig? Of we werken te droog. Of we werken te nat. Dan ga ik eerst even laten zien. Als het te droog is, dan heb je je penseel geladen. In dit geval is de Mark Reed Round of Signature 4. Hele fijne penseel. Maar als je te droog, dan ben je heel snel dat je niet veel meer ziet. Dat het niet dekt. En dan kan je niet lekker doorwerken. Wat nou als je veel te nat werkt? Nou, is dat wat moeilijk om dat op een platte vlak te laten zien, want dan zie je hem niet weglopen. Maar te nat, dan ga je dat hij gaat lopen, dat hij doorzichtig is. Dat schiet ook niet op. Hoe krijgen we nou goede, mooie substantie? Dan zorg je dat je een papje maakt van je smink. En daarmee laat je je penseel gewoon heel goed vol. Dat kan je nu wel goed zien, denk ik. En dan kan je zien dat je dus echt een aantal lijnen achter elkaar gewoon door kan zetten. En mijn tip aan jullie is, doe dat ook eens op zo'n oefenbord. Want lukt het op zo'n oefenbord, dan lukt het op de huid helemaal. Dus belangrijk is, goed papje, goed je penseel volladen. En dan kan je gewoon lekker doorgaan met wat je allemaal wil doen. Datzelfde geldt natuurlijk ook wanneer je gaat werken met colorblocks. Intussen begin ik lekker te doodelen. Overigens dat doodelen, hè? Doe dat iedere avond een 10 minuutjes, kwartiertje. En je ziet dat je lijnenwerk echt per dag vooruit schiet. Heel, heel, heel belangrijk voor je mooie sminkwerk. Ook belangrijk is dat je goede penselen hebt. Dit is een hele fijne, die signature van Mark Reed. Maaike van Superstar vind ik ook echt een heel fijn penseel. En Lo Cornel. Heerlijk. Om nou goed met je colorblok, en je ziet het is een gloednieuw colorblok, dan is het belangrijk dat je je penseel goed nat maakt en hem aan de rand van je waterbak afveegt. Dan ga je goed laden. En dat goede laden, dat is gewoon de issue. Veel mensen denken zo, oh, genoeg, klaar. Maar dan ga je beginnen en dan is hij heel snel alweer te leeg. Dus wat is belangrijk? Dat je hem echt goed vollaat. Maar ook zorg dat het niet te nat wordt. Dat het mooi papje wordt. En ook dat je goed materiaal hebt. Goede colorblocks, wat mooie merken, want dat werkt natuurlijk ook heel erg mee. Ook nu zie je, hij is goed geladen. En als ik nu ga painten, wow, kijk eens even, wat een prachtige kleuren. En hoe lang je dus door kan gaan met één lading. Dus dat is eigenlijk de issue van het lang kunnen doorpainten. Zorg dat je paint goed nat is, dat het een mooi papje is, niet te waterig. En dat je je penseel goed geladen hebt. En dan kan je gewoon heel lang doorgaan met één geladen penseel. Brigitte, ik hoop dat ik je vraag hiermee heb beantwoord. Zijn er nog meer mensen die vragen hebben of verzoekjes? Stuur je verzoekjes dan naar info@sminkoppies.nl. En wie weet behandel ik ze in een volgend filmpje.
Ik wens jullie heel veel oefenplezier en tot een volgende keer.